succesvol nummer moeten we natuurlijk mensen bedanken die erop gestemd hebben en die ervoor gedoneerd hebben. Dat zijn de collega's van de Roots, dank u wel. En op de achtergrond hebben we John Duiver. Hij is leaving us with a jet plane. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. We zijn hier met Haju van den Kamp, die samen met Harry Heusjes het initiatief heeft genomen voor een actie tegen ALS. Haju, hoe is het zo gekomen? Nou Gerrit, we zijn in 2011 in Gronsbergen begonnen met het inzamelen van geld voor Stichting ALS. De aanleiding daarvoor is het overlijden van de moeder van mijn beste vriend Harry Heusjes. Zij is in december 2008 overleden aan de ziekte ALS. En toen hebben we gemeend in najaar 2011 om tussen kerst en oud en nieuw in actie te komen. Proberen geld in te zamelen. Proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. En dat hebben we dus inmiddels voor de 13e keer hebben we een actie. We hebben al 8 keer een glazen huis gehad in Gramsbergen. En dat concept hebben we dit jaar losgelaten. We hebben hem symbolisch overgedragen aan 3FM. Die er een landelijke actie voor ALS hebben gehouden de week voor kerst. En wij hebben nu een nieuw concept met daarin eigenlijk dagelijks allerlei activiteiten. Waar mensen uit Gramsbergen en omgeving aan mee kunnen doen. Ja. Heb je zo'n paar voorbeelden van wat activiteiten? Zeker, zeker. Ja, we hebben een derde kerstdag. Stond in het teken van Gramsbergen in beweging. Of niet. Dus mensen hadden de keuze om lekker te gaan sporten met een bootcamp of powerwalking. Maar ze konden ook meedoen aan een sportquiz en aan een bingo in het café. Dus gisteren hebben we een oud Gramsbergen wandeltocht gehad. Met echt een inkijkje in de geschiedenis van het mooie Gramsbergen. Met allerlei foto's en panelen die waren geplaatst op de route. Waarbij ook het museum geopend was en ook de Boomhofkerk. En de verschillende plekken hier in Gramsbergen waren geopend voor bezichtiging. En er waren, het was heel mooi om te zien dat jong en oud daaraan meedeed. En gisteravond of gistermiddag hadden we ook een speurtocht voor de kinderen. Een apenspeurtocht om achter de mythe van de Gramsberger aap te komen, om maar zo te zeggen. Dus heel veel enthousiasme rondom onze actie. Eigenlijk van jong tot oud. Ja. Het is wel een hele organisatie als ik dat zo hoor. Dan kun je niet alleen. Nee. En ik prijs mij heel gelukkig met heel veel enthousiaste mensen om ons heen in de organisatie. Echt allemaal kanjers die hun stinkende best doen om een mooie actie neer te zetten. Die ook kunnen organiseren. Hè? Dus ook creatief zijn in het bedenken van allerlei leuke activiteiten. En we hopen het daar natuurlijk zoveel mogelijk geld in te zamelen. Zodat deze op dit moment nog dodelijke ziekte ooit geneesbaar wordt. Ja. Weet je zo wat het ALS precies inhoudt voor de mensen die het nog niet weten? Ja, voor de mensen die het nog niet weten, ALS staat voor amyotrofe laterale sclerose. Nou, dat is een hele mond vol, maar het is een zenuw- en spierziekte waarbij eigenlijk je spierfuncties één voor één uitvallen. Met uiteindelijk de dood tot gevolg. Op dit moment staat de diagnose ALS gelijk aan een doodvonnis. De gemiddelde levensverwachting na diagnose is 2 tot 4 jaar. Maar we horen helaas ook schrijnende verhalen van mensen die nog niet eens een jaar na de diagnose al komen te overlijden. Dus wat ons betreft kan een medicijn niet snel genoeg gerealiseerd zijn. Ja. Nee, daar heb je gelijk aan. Ja. Ik hoor dus ook dat je hier verschillende artiesten optreden. Ja. Wanneer treden ze nog op en wie zijn er? Ja. Nou, we hebben vanmiddag tijdens de Freemibo XXL, dus we zitten op de vrijdagmiddag, hè, dus vrijdagmiddagborrel. Die gaan we vanmiddag groots aanpakken met een live optreden van City Hall Company. Dat zijn een aantal muzikanten hier uit Gramsbergen die muziek ten gehoor gaan brengen. Vanavond komt de band The Mouflons optreden. En morgen hebben we in het programma ook nog de hier in de regio bekende zanger Hans, die morgenavond om 7 uur hier nog een stukje muziek komt brengen. Ja. Ja, zanger Hans is inderdaad bekend uit de regio. Ja. Laatste vraag. Hoe kunnen de mensen doneren die wat over willen maken voor ALS? Ja, een hele goede vraag. Dat is de allerbelangrijkste voor ons. Mocht u nou een steentje bij willen dragen aan deze belangrijke strijd tegen deze vreselijke ziekte, ga dan naar de website allesvooralS.nl en kies voor de optie doneer. En zo draagt u ook een steentje bij aan onze actie. Dus daarvoor heel veel op voorhand al heel veel dank. De actie is te volgen via een livestream op de website gramsbergen.nl. En in deze livestream is ook vaak een QR-code zichtbaar die je ook kunt gebruiken om te doneren voor onze actie.
Haju, dankjewel en heel veel succes met de actie. Dankjewel. Never let me go.